Hallo en welkom terug iedereen. Ik dacht, het is nog eens tijd om in te checken in de energieën van de mannelijke en vrouwelijke energieën. Zoals hij weet, zijn deze energieën in elk van ons aanwezig. Dus kan je de boodschappen, de kaarten die goed komen, de toepassing van mannelijke en vrouwelijke energie in eerste instantie toepassen op jezelf. En dan vervolgens kan je het ook toepassen in de connectie. Dus het hangt er echt vanaf wat dat je. Ik ga eventjes mijn gsm op stil zetten, ik was dat weer al vergeten. Dus het hangt er echt vanaf van waar dat je staat in het proces, waar dat je staat in je eigen ontwaking en waar dat je staat in de connectie met jouw tweelingvlam of een goddelijke partner eigenlijk. Dan gaan we zien wat dat zit met de energie, de connectie. Dus daarmee bedoel ik de samenhang, de samenwerking tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Wat is er voor weten? Ik gebruik hiervoor die grote kaarten. Ze zijn even groot als mijn hand. Dus die zijn niet zo gemakkelijk om te schudden. Ja. En ik krijg er twee. Oké. Ik ga ze tonen. Dat is eigenlijk de. Wacht hè. De handen zijn veel te klein. De 8. Wat zei ik de 8? De 7. Ja, de 7. Dat is de 7 of Challenges en de 8 of Flames. Maar om deze beter te begrijpen, is het belangrijk dat we zien wat er aan de onderkant ligt. En aan de onderkant ligt de Five of Challenges. Dus zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie hebben eigenlijk heel lang getreurd over wat dat er nog niet was. Ik ga het eerder zo zeggen. En als je kijkt wat er nog verder onder ligt, dan ligt eigenlijk het grote wiel. Dus eigenlijk het wiel van fortuin eronder of het levenswiel. En daaronder Trinity. In deze deck, in deze kaart, heb ik eigenlijk altijd gezien als de eenheid in de mannelijke energie. Dus de kristallenergie van de mannelijke energie, de kristallenergie van de vrouwelijke energie. En dan uiteindelijk ook samen de eenheid. Dus eigenlijk die sacred relation, de heilige relatie. Of de holy grail, of hoe dat ook wel zijn. En dus, zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie hebben eigenlijk veel te lang zich gefocust op het feit waar dat er nog allemaal niet is. Op de dingen die uitgesproken en niet uitgesproken zijn. Over mogelijkheden, over kansen die dat we dachten van, ja, dat zijn gemiste kansen, dat gaan nooit meer terugkomen. Of het is voorbij, of het is er een discussie geweest. En daar is het belangrijkste dat je eigenlijk nooit, en dat is iets waar ik heel hard ook zelf in mijn eigen connectie altijd maar opnieuw en opnieuw en opnieuw nog verder en nog dieper leer, is dat wat er ook gebeurt in je realiteit, in je 3D-wereld, gebruik je nooit als een bewijs van of dat iemand jouw tweelingvlam is, ja of nee. Dat bedoel ik niet. Wanneer je op het pad van een tweelingvlam loopt, dan ga je dat weten, dan ga je dat voelen. Het universum gaat op een duur allerlei synchroniciteiten en gelijke cijfers en symbolen naar je toe gooien, zodat je zoiets hebt van, ja, oké, okay, stop het maar, ik heb het ondertussen al door. En de reden daarvan is dat we geleid worden. We worden dus geleid, maar we vertrouwen er nog niet altijd op, want we vertrouwen en geven nog veel te veel kracht aan hetgeen wat we zien. En dat is hetgeen waar dat als eerste boodschap eigenlijk naar boven komt, want dat is hetgeen wat dat geweest is. Waarom? Omdat we nu uiteindelijk gekomen zijn tot het punt waarin dat eigenlijk zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie eigenlijk perfect weet wat dat ze willen. Dus ze weten welke beker ze zijn. Ze zijn niet meer aan het twijfelen. Dus daarom krijg ik ook heel dat gevoel bij die kaart, omdat die omgekeerd ligt. Zeker in combinatie met dit, want de Eight of Flames is eigenlijk het wiel, zoals dat we daarnet gezien hebben, maar specifiek gericht voor tweelingvlammen. En daarin gaan we niet alleen merken dat dingen gaan gecommuniceerd worden de komende weken, zeker natuurlijk naar het einde jaar toe, maar gaat ook duidelijk zijn van wat de afgelopen perioden allemaal, waarom dat die perioden er waren, waarom dat die obstakels er waren. Omdat we eigenlijk elk voor onszelf, zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie, moesten gaan kijken en moesten eerlijk worden over wat
brengt mij vervulling? Wat wil ik verder aantrekken in mijn leven? Wat wil ik vormgeven? Welke richting wil ik uitgaan met mijn leven? Hoe wil ik dat mijn leven elke dag er gaat kunnen uitzien? En doordat beiden eigenlijk veel te veel geobsedeerd waren, zijn sommigen nog, door het overweldigende gevoel dat je krijgt wanneer je met elkaar verbindt, dan was er geen ruimte meer om te gaan voelen wat je zelf wil en wil gaan vormgeven, wil gaan aantrekken. En daarom zijn heel veel connecties de afgelopen jaar ook op pauze gezet, ook op in scheiding geduwd. Waarom? Omdat je eerst je eigen zaakjes op een rij moet hebben. Je moet eerst jezelf goed kennen. Je moet eerst je eigen stabiliteit kennen en leren. En eigenlijk tot op een punt komen dat je zoiets hebt van eigenlijk ben ik gelukkig. Eigenlijk ben ik gelukkig. En oké, ja, het zou nog leuker zijn. En het zou nog fijner zijn om al die dingen waar ik nu blij van word. En al die dingen dat ik nu doe. Al de vruchten die er gekomen zijn van mijn innerlijke werk. En van het werk dat ik doe in een business of wat dan ook. Om dat te kunnen delen met mijn tweelingvlam. Met diegene waarmee dat ik die diepe zielsconnectie ervaar en deel. Maar, en dat is het punt dat mij ook afgelopen week heel hard duidelijk werd getoond, dat wanneer je dergelijke liefde ervaart en zo'n diepe zielsconnectie, dan ga je vragen gaan stellen rond wat is liefde eigenlijk? Wat betekent het dan om iemand lief te hebben? Wat betekent het om ware liefde te geven en te ontvangen? En een van de inzichten die ik kreeg terwijl ik onder mijn douche stond. Jullie zullen wat wel kennen. Wanneer je onder de douche staat of andere dingen aan het doen bent, dan komen al die dingen binnen. Maar een van de dingen wat mijn team zei was van, die ervaring is nodig. Dus iedereen komt op een bepaald punt van, waarbij dat je je afvraagt van, ja, kan ik wel lief hebben? Ben ik wel in staat om lief te hebben? En wat is dat dan, iemand te lief hebben en ware liefde delen en onvoorwaardelijke liefde? Wat is dat dan? Wel, de reden, of de grootste reden waarom we ons dat eigenlijk niet weten wat dat is, is omdat we eigenlijk al het gedrag, de manier waarop we relaties vormgeven, de manier waarop we relaties staan, de manier waarop we gewoon onszelf tentoon stellen of tonen aan de wereld, de manier waarop we in relaties, niet alleen in romantische relaties, maar ook in vriendschappelijke relaties, is altijd omdat we eigenlijk constant aan het fine-tunen zijn en ons constant aan het aanpassen zijn, omdat we denken van, als ik zo ga reageren, dan gaat die persoon dat graag hebben. Of je voelt van dat er iemand onzeker is rond iets. En dus ga je eigenlijk jezelf daar weer gaan aanpassen. En dat creëert zoveel moeilijkheden en extra obstakels. Waardoor dat we eigenlijk geleerd hebben dat wanneer dat iemand jou oprecht lief hebt, dat jij je dan zodanig slecht moet voelen als die persoon niet bij jou is. Dat je dan moet zitten verlangen totdat die persoon bij jou is. Dat je dan die persoon elke dag, elke minuut mist en elke dag eraan denkt. En dat is hetgeen wat ik de afgelopen maanden nog dieper heb ervaren en dan uiteindelijk tot dat inzicht kwam vorige week of de uitleg ervan kreeg van mijn team. Dat al die ervaringen, al die sensaties, dat heeft allemaal te maken met voorwaarden die gekoppeld zijn aan liefde. Want wanneer je onvoorwaardelijk lief hebt, dan is dat er gewoon, zonder meer. En misschien het op één na het eenvoudigste om jezelf maar gewoon in te beelden wat dat zou kunnen zijn, dat is eigenlijk ten aanzien van dieren. Maar ook daar zijn er ook weer heel veel voorwaarden aan gekoppeld of heel veel restricties en beperkingen opgelegd naar dieren toe, maar ook vanuit onze eigen onzekerheden, vanuit onze eigen angsten. Kijk maar hoeveel dieren die niet mogen zus of zo of dat gaan doen. Dus die niet echt oprecht vrij zijn. Waarom? Omdat de eigenaar bang is dat ze gaan weglopen. Of omdat de eigenaar bang is dat ze gaan sterven. Of wat dat ook maar is. En ook dat is weer vanuit afhankelijkheid. Dat is ook weer vanuit, ik heb de ander, mijn dier, mijn partner, mijn vriend, mijn kinderen, mijn auto, wat dat ook is. Ik heb dat nodig om mij goed te voelen. En zolang dat je daar nog die energetische band hebt vanuit die pijn in jezelf, vanuit dat gat in jezelf, dan ga je nooit, maar nooit tot eenheid komen met je tweelingvlam of je diepe, hoge, high soulmate. Nooit.
Het is belangrijk om die wonden eerst in jezelf te gaan healen. En tot op punt komen dat je zegt van, kijk, oké, ik ben gelukkig. Mijn tweelingvlam of mijn partner of mijn dier of mijn kinderen zijn niet bij mij. Maar dat doet niets aan, of dat verandert niets aan de situatie van het feit dat ik mij gelukkig voel. Ik heb nog niet de miljoenen, maar ik ben wel gelukkig. Ik heb nog niet het huis op het strand met de palmbomen en de cocktail, maar ik ben gelukkig. En dat zijn de belangrijkste redenen waarom ik ook altijd tegen iedereen die met mij één op één samenwerkt en de trajecten samenwerkt, ik zeg van focus op jezelf. Haal de aandacht weg van de ander en focus op jezelf. Wanneer jouw ziel het pad gekozen heeft van een tweelingvlam of een tweelingziel en je loopt effectief op dat pad nu, dan is dat omdat jouw ziel die weg en dus die manier gekozen heeft om niet alleen iets te doen ten aanzien van het collectief, maar in eerste instantie om voor jouw eigen ontwaking. Op het moment dat ik mijn tweelingvlam ontmoet had, was hij al wat wakker, maar hij was nog niet wakker op een niveau dat nodig was om in staat te zijn om mee te leiden en mee het healende werk te doen dat ik doe. En ik was ook nog niet wakker op het niveau waar dat ik nu wakker ben. En dus daarom is het zo belangrijk om altijd die focus terug weer te keren naar jezelf. Om altijd te kijken van hoe denk ik over de connectie, hoe denk ik over de eenheid, hoe denk ik over mijn toekomst, hoe denk ik over mezelf. Waarom ga ik nu een bericht sturen? 9 op de 10 keren is omdat we ergens iets nodig hebben. Al is het dat we verlangen dat ze elke dag een bericht sturen, zodanig dat je eigenlijk onbewust dan constant de bevestiging krijgt van je bent nog geliefd, ik ben hier nog. Ik ben er nog voor jou. Guess what? Ook dat heeft te maken met die wonden. Die angst om verlaten te worden. Die angst om geen liefde meer te voelen als die persoon zou verdwijnen. Maar vooraleer hij wist dat die tweelingvlam er was en die specifieke persoon was, dan was hij ook al in momenten gelukkig. Dan was hij ook al verbonden met die persoon. Dus waarom dan plots anders gaan doen en bij sommigen helemaal over de top gaan reageren en heel obsessief gaan volgen en bijna tot op het stalkachtige gedrag gaan doen. Dat is voor niks nodig. Maar ook omgekeerd niet voor jezelf. En ik begreep het, je gaat op zoek naar informatie, dat heb ik ook gedaan. Maar de meeste tijd en energie zou moeten gaan in het informatie zoeken daarvan hoe kan ik mezelf nog healen? Hoe kan ik mezelf zuiverder maken? Hoe kan ik nog meer in mijn kracht gaan staan? En dat, daarom heb ik dat traject geschreven met de vlammen. Zelfrealisatie vanuit een hart, gedrag en bewustzijn. Het is niet voor niks dat dat traject op die manier noemt. Want het is vanuit jouw eigen essentie dat je liefde in je leven gaat manifesteren. Dat is ook de ondertitel, de bijtitel, of hoe noem je dat, van mijn boek 96 Vlammen. Lees mijn boek als je dat nog niet gedaan hebt. Het helpt jou verder op het pad van ontwaking. Het feit dat je hier mijn video kijkt, is het teken dat je wakker bent. Anders zou je niet met mij resoneren. Het feit dat je kijkt, is het teken dat je op zoek bent naar antwoorden. Wel, de antwoorden die zijn er allemaal. Die zijn uitgeschreven. De tools zijn er. De universele vlammen zijn een hele snelle manier toe om, hoe heet het, te schaduwen, te gaan transformeren. En eigenlijk het hele systeem volledig weg te gaan doen, gaan te transmuteren, zodanig dat ze weg zijn, dat ze geneutraliseerd zijn, dat ze er niet meer zijn. Maar het is aan jou om het nodige te doen. Het is aan jou om de keuze te maken om in jezelf te investeren. Om te tonen aan het universum van, kijk, ik ben het waard om in mezelf te investeren, om met iemand samen te werken, om een traject te volgen, of een cursus te volgen, of wat dan ook maar is wat je wilt. Of waar je klaar voor bent op dit moment. Eerlijk zou ik beter zo zeggen. Want dat zijn de dingen die je het verst van brengen en dus dicht bij het wiel. Maar zien we dat er nog verder mag gezegd worden vandaag. Ik zie of je daar weer 10 minuten bezig bent. Oké, dat zijn er 2 voor de vrouwelijke energie en 2 voor de mannelijke energie. Waar zit de mannelijke energie nu? Waar ligt de focus nu? De mannelijke energie is op dit moment gefocust op de eenheid, op de verbinding en de connectie dat hij voelt met zijn energie. Met zijn energie, met zijn vrouwelijke energie dus, ja. Zowel zijn eigen energie, maar ook de energie met zijn
tweelingvlam, tweelingziel, high soulmate. Het hangt er vanaf welke connectie hij zit. Maar tegelijkertijd is hij ook gefocust op zijn eigen stabiliteit. Wacht, hè. Welke is deze? Op zijn eigen stabiliteit, de King of Pentacles. Waarom? Omdat er eigenlijk ook een stukje nodig is. Dus om in eenheid, een fysieke eenheid te komen met zijn Divine Feminine. Zolang dat er zaken zijn, dat maakt dat zijn energie nog veel te veel getrokken wordt naar buiten. In die zin, nog veel te veel uit die hoge energie, waar de vrouwelijke energie in resoneert en trilt. Dan gaat het universum er eigenlijk, of het team die verantwoordelijk is voor de mannelijke energie, de vrouwelijke energie en de connectie, gaat er eigenlijk voor zorgen dat de mannelijke energie niet in staat is om tot bij de vrouwelijke energie te komen. Waarom? Omdat het belangrijk is dat de vrouwelijke energie haar energie hoog houdt. En eigenlijk de belangrijkste taak van de vrouwelijke energie is eigenlijk dat energiewerk. Dus niet alleen in zichzelf, maar later in de late statie, afhankelijk van waar je bent in de connectie, ook in de connectie. Waarom? Omdat de mannelijke energieën, zeker in het begin, niet geleerd hebben hoe dat ze met energie moeten gaan transmuteren, hoe dat ze met energie moeten gaan werken. Na verloop van tijd leren ze dat, ga je merken dat ze daar meer voor openstaan, gaan ze meer vragen stellen. Ondertussen is mijn tweelingvlam ook bezig met astraal reizen, mediteren, en allemaal van die dingen werkt ook met universele vlammen. Maar vroeger was dat niet zo. En dus daar is het belangrijk dan dat jij als vrouwelijke energie, wanneer je informatie doorkrijgt, inderdaad fysieke gewaarwording voelt bijvoorbeeld, of dat bijvoorbeeld een bepaalde plots een angst naar boven komt, terwijl je eigenlijk weet ook voelt van, dat is niet van mij, dat je helpt die angst te transformeren. Waarom? Omdat de mannelijke energie inderdaad nog niet in staat is. Dus, maar de mannelijke energie, het collectief van de mannelijke energie, is eigenlijk gefocust wel op die verbinding. Dat wil zeggen, bij de ene, dat ze gewoon beseffen van, oké, er is hier iets anders aan deze connectie, aan die vrouw of aan die man, dan bij de vorige relaties. En ze gaan tegelijkertijd ook geneigd zijn om informatie te gaan opzoeken. Of, omgekeerd, ze gaan informatie op een pad krijgen, waardoor dat ze stilletjes aan meer en meer inzichten gaan krijgen. Dat is helemaal het begin. Anderen die al wat verder staan op het pad, gaan merken dat er veel meer communicatie is. Dat ze veel meer gaan openen. Dat ze veel meer gaan vertellen waar ze mee bezig zijn. Wat dat de angsten zijn, wat dan ook. Maar tegelijkertijd ga je ook merken dat wanneer dat ze heel dicht komen en zich helemaal openstellen, dat ze plots weer woep, naar binnen gaan en dat ze eigenlijk dan weer een tijdje niet gehoord. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen op energetisch vlak. Wil zeggen dat eigenlijk op dat moment komen de twee magneten, of de twee stukken van de magneet samen. Die doen een uitwisseling van energetische codes, waardoor dat jij als vrouwelijke energie codes kan kopiëren van je mannelijke energie om nog meer in je missie te stappen, om nog meer van dienst te zijn. En omgekeerd, je mannelijke energie gaat codes van jouw vrouwelijke energie gaan kopiëren, zodat hij leert veel meer vertrouwen en vooral comfort te vinden in het verbinden met zijn eigen emoties. En naarmate dat je verder gaat, ga je merken dat je dan van daaruit ook veel gemakkelijker jouw emoties kan gaan delen als vrouwelijke energie. Waar dat in het begin heel veel mannelijke energie in hebben van je bent veel te emotioneel, ga weg, laat me gerust. Of wat dan ook dat is dat ze maar doen. Maar dat is eigenlijk om zichzelf gewoon staande te houden, omdat ze niet gewoon zijn om met die emoties om te gaan. Laat staan nog een keer die emoties van iemand anders. Dus dat zijn een aantal tips en tools en tricks en inzichten om te begrijpen wat dat er eigenlijk gaande is. Het is natuurlijk moeilijk, want dat is hier een collectieve reading. Maar weet dus dat ook daarin verschillende fases zijn en dat voor verschillende mensen van toepassing kan zijn, maar telkens op een andere manier. Dus de mannelijke energie is gefocust op de eenheid, op zijn vrouwelijke energie, dus ook de verbinding vooral. Daarom gaat de ene al wat meer begrijpen dan de andere. Maar tegelijkertijd gaat hem dat ook de kans geven. Je ziet daar ook een leeuw en dan die engelenvleugels en dan die kudasjesstaf. Dat is ook een teken van tweelingbladen. Dus ze gaan eigenlijk meer en meer ook dat inzicht krijgen rond wat dat het precies is, waarover dat het gaat. Sommigen gaan misschien spreken over soulmates, maar we bedoelen dan tweelingvlammen. Anderen gaan misschien zijn twin flames, we bedoelen tweelingzielen. Dus daar zit er ook nog heel veel verwardheid rond. Dus zet je niet vast op labels of woorden dat ze spreken. Zoals mijn tweelingvlam overlaatst. Ja, wij zijn toch vrienden en soulmates? En ik dacht van, wat? Maar ja, dus dat was weer zijn manier om een aantal dingen duidelijk te maken.
En wat ga je zien? Dus met Saturnus, die ook weer een aantal bepaalde rollen, zeker nu vandaag, morgen en woensdag, ga je zien dat de mannelijke energie veel meer het gevoel gaat krijgen dat hij ook stabiliteit krijgt in zijn fysieke wereld. Dus er zijn de laatste maanden heel hard aan die bomen geschud, de grondvesten zijn gaan daveren. En nu gaat de mannelijke energie, zowel in jezelf als in je partner, gaan ze ook veel meer voelen van, ah oké, okay, ik heb hier weer wat grip, ik zie weer de weg vooruit en de dingen gaan goed komen. En voor de vrouwelijke energie, hebben we hier de Three of Wands en de Zeven van Pentakels. Dus de boodschap dat ik daarmee onmiddellijk kreeg, was van dat de vrouwelijke energie, door het feit dat ze eigenlijk veel te lang gefocust was op de mannelijke energie, want je ziet dat is ook een mannelijke figuur die daar staat, heeft ze het gevoel dat ze eigenlijk niet succesvol is in haar proces, in de dingen dat ze wil gaan manifesteren. Maar op het moment dat ze daarvan wegstapt, en dus zoals ik zeg, die focus verlegt op zichzelf en op de dingen waar ze zelf wel controle over heeft, dus zeker niet op haar mannelijke energie of op haar partner, dan ga je zien dat dat wiel gaat gaan schuiven, dat het wiel gaat gaan draaien. En doordat ze helder weet van wat brengt mijn vervulling, wat vind ik leuk om te doen, gaat ze uiteindelijk ook meer en meer eigenlijk die vruchten van haar harde werk gaan zien. Want dat ze tot nu toe altijd zoiets had van, oh, en alles staat stil en mijn mannelijke energie doet werk niet, bla bla bla. Guess what? Als er geen verschuiving is in de connectie, dan is het altijd in eerste instantie aan de vrouwelijke energie om weer stappen te gaan zetten. Dus kijk eens bij in jezelf van waar ben je misschien veel te lang ergens blijven stilstaan, waar heb je keuzes gemaakt, nog altijd vanuit die verwachting van ik ga dat niet doen, want als hij dan komt, of als we dan samen zijn, of als we, dat mag je eigenlijk niet doen. Als je vooruit gaat, zou ik zeggen, loopt vooruit, zodanig dat jouw tweeling, jouw mannelijke energie, eigenlijk een sprint moet gaan sprinten om je te kunnen inhalen. Wow. Zodanig dat jullie weer weg kunnen op dit heel uitdagende, maar mooie magische pad. Terug naar jezelf, terug naar onvoorwaardelijke liefde. Oké. Wat hebben we? The Royal You. En ik voel dat dat heel hard is voor. Ah nee, oké. Okay. Geen zin voor vrouwelijke dingen, maar zijn niet, is voor beide. Dus zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie hebben heel vaak het gevoel gehad van, ah. En heel veel tweelingvlammen ervaren ook heel veel financiële problemen of problemen in het materiële. En de reden daarvan is omdat ze eigenlijk niet afgestemd zijn op hun ziel. Omdat ze nog niet op hun pad lopen, omdat ze nog niet het werk doen dat ze nodig is. Omdat eigenlijk. Dus het lopen van een pad als tweelingvlam, de bedoeling is om aan jezelf te werken, om aan je kracht te staan. En dat betekent dus ook eigenlijk alles die ervoor zorgt dat je niet je pure, zuiverste zelf kan zijn. En alles wat je doet, gaat weerspiegeld worden in jouw financiële stabiliteit. Dus daar, als dat ook bij jou het geval is, of je twijfelt, of je hebt daar angsten rond, weet dat dat ook de bedoeling is. Dan, opening. Opening to discovery. 34, 7. Is ook weer het tal van het universum. Een van de codes, als je mijn boek gelezen hebt, ga je ook weten waarover dat ik het heb. Maar eigenlijk de boodschap hierbij, wat ik nu hoor, is dat eigenlijk jij bent de sleutel om de volgende deur te openen. En inderdaad, het universum gaan we een aantal zaken doen, dat klopt ook. Maar jij moet in eerste instantie die eerste stap gaan zetten. En van zodra dat je die eerste stap gaat zetten, dan ga je zien dat dingen gaan verschuiven. Dan ga je zien dat het universum echt wel letterlijk voor jou zorgt. En dan de volgende stap toont. En dan de volgende stap. En dan de volgende stap. En je hoeft niet te weten waar dat uiteindelijk gaat eindigen. Of waarom dan bepaalde dingen op je pad komen. Maar wanneer dat goed voelt, dan weet je van oké, okay, dat is the way to go. Dat is de weg dat ik moet gaan. Ook ears wide open. En kijk, dat is hier een 34 en dat is hier een 33. En mijn kaarten zitten zeker niet op volgorde, om dat maar te zeggen. Maar dus wat ik met deze kaart hoor, en dus die van 34 naar 33,
dat wanneer hij niet weet hoe hij de deur moet openen of hoe hij de volgende stap moet maken, dat soms goed is om een stap achteruit te zetten. Dus van 34 naar 33. En dan je oren goed te openen. Net zoals hij hier bij die vos ziet. Want dan ga je merken dat boodschappen tot jou komen. Dat het universum jou, zoals ik zei, synchroniciteiten heeft. En hoe meer dat je dat ook bewust gaat gaan inzetten, hoe gemakkelijker dat ook gaat zijn om te weten of dat iets inderdaad voor je hoogste goed is of niet. En dan kan je bijvoorbeeld vragen van, ik wil, zoals hij doet, aan de andere kant, dus daar, voilà. Ik wil bijvoorbeeld een groene bloempot zien binnen de 24 uur als dat voor mijn hoogste goed is. En dan vul je dat in met hetgeen wat je wil weten. Krijg je dat binnen de 24 uur, dan weet je dat dat voor je hoogste goed is. Krijg je het niet? Dan wil dat niet zeggen dat je het niet mag doen, maar dat is niet voor je hoogste goed. En dus hoe meer dat je daar iedere keer de keuzes maakt die voor je hoogste goed zijn, dan kan je eigenlijk op een heel iets sneller tempo eigenlijk die kwantumsprong zijn en verschuiven van tijdslijn. En terwijl dat je doorheen je leven gaat, probeer eigenlijk constant je leven te leiden vanuit een hoger zicht, vanuit een hogere visie. Vanuit van, wat zou het zijn dat mijn ziel hieruit wenst te leren? Wat maakt nu dat wij op die plaats terechtgekomen zijn door een samenloop van omstandigheden of een heel mooi geleid voorbeeld. En vraag ook aan je team om, kijk, je ziet ook die dame zit ook op die vogel. Zij wordt ook gebracht en geleid door die vogel, door haar hogere zelf. En van bovenaf is het altijd gemakkelijker om te begrijpen waarom dat, zeker wanneer dat dingen zijn die niet zo fijn aanvoelen en die pijn bezorgen, hoe meer dat je eigenlijk vanuit dat adelaarsview gaat gaan kijken, hoe gemakkelijker dat gaat zijn ook om zaken in jouw connectie te gaan begrijpen. Waarom of hoe dat komt dat hij of zij zus of zo zegt. Vaak is zo, zeker in het begin van de connectie, en dat is de reden waarom dat er ook iedere keer die separatie, die scheiding teweeg gebracht wordt, is omdat we nog veel te vaak gaan reageren vanuit wonden. En dus worden we veel te vaak getriggerd. Op het moment dat onze mannelijke energie binnenkomt en dingen zegt, totaal, terwijl hij eigenlijk helemaal in een hele goede energie zat, was blij, was gelukkig, er gebeurt iets, hij stuurt een bericht, of hij belt, of hij belt net niet, of wat dan ook. Poef! Getriggerd. We gaan in ons hoofd gaan zitten, we gaan allerlei dingen gaan zitten bedenken en zeggen, ah, zie wel dat hij mijn tweelingvlam is, zie wel niet, want hij doet dit, zie wel, want hij moet elke dag een bericht sturen, zie wel, want hij mij niet graag ziet. Dat zijn allemaal zaken vanuit jouw ego, vanuit je gekwetste zelf. Dat is zeker niet vanuit onvoorwaardelijke liefde. En daarbij is het dan belangrijk om te gaan kijken van, wat maakt dat ik zo reageer? Wat maakt dat ik mij zo laat triggeren en wat maakt dat ik constant dan in mijn hoofd ga gaan zitten en allerlei dingen in de realiteit ga gaan gebruiken als bewijs om mijn angst te gaan voeden? Terwijl hij evengoed die energie kan gebruiken om bewijzen te gaan zoeken in energie, hoe dat je voelt wanneer dat je verbindt met elkaar. Om dat te gebruiken om eigenlijk de liefde die er is tussen jullie, om die te gaan voeden. En dat is de keuze die je maakt en afhankelijk van hoe snel dat je in staat bent om die les te leren en dus om je energieën uit te balanceren en van beiden dus, van de connectie en dus in hoge energie te blijven terwijl dat hij misschien nog met drama of wat dan ook komt, dat gaat ervoor zorgen dat hij veel sneller iedere keer terug gaat komen en veel consequenter gaat gaan communiceren. Ga je daarvoor elke dag hem horen? Nee. Maar dat heeft ook weer te maken met zijn of haar proces. Afhankelijk van of je mannelijk of vrouwelijk energie bent of man of vrouw bent. Dus pas er toe zoals dat voor jou nu van toepassing is. Oké, en welke energieën kunnen we degene die mensen die nu kijken met samenwerken? Nog eentje. Nee. Nee. Oké, dan niet. Wat krijgen we? Of course. Aartsengel Michael met, wat zien we daar staan? Patience. Wat heb ik gezegd? En de tweede is Aartsengel Haniel met integriteit. En wat zien we? Een weegschaal. Dat is balans.
En ook hier de robijnrode kleur met de gouden rand er rond. Robijnrood is ook verbonden met overvloed, met abundance. Dus heb geduld. Verbind met deze twee kleuren, met deze twee aartsengelen. En wat dat je ook doet, zorg dat je zelf je eigen energie in balans houdt. En dat je integer bent in alles wat dat je doet en zegt. Dus dat betekent ook dat wanneer je spreekt over jouw tweelingplan tegen iemand anders, dat je ook daar probeert zo vaak als mogelijk vanuit de liefde en compassie te gaan communiceren. Want je mag niet vergeten, jullie zijn dezelfde frequentie. Op het moment dat jij je beklag doet en negatief spreekt over de ander, over jouw tweelingvlam, dan duw je hem of haar weer weg. Dus ook daar is het belangrijk om bewust te zijn van de woorden die je spreekt, de energie die je stuurt naar jouw tweelingvlam, want die energie stuurt zat ook naar jezelf. Dus hou de balans, wees geduldig, laat jouw team tonen wat dat verder is en kies nu gewoon voor de projecten en de dingen die jou blij maken. En dan gaat eigenlijk alles een stukje in de stroomversnelling komen. Want het is belangrijk dat tweelingvlammen samenkomen. Zo, dat was van deze video. Ik hoop dat je er heel wat inzichten en tips en tools hebt mogen uithalen. Vraag me niet meer wat ik allemaal vertaald heb, maar maakt niet uit. ik zie jullie in de volgende video. En als je wilt samenwerken of nog meer leren om met de vlammen te werken, of de tricks van jouw tweelingvlamconnectie beter te gaan, mani niet manifesteren, maar die eerder beheersen vanuit begrip en intuïtie en bewustwording. Dan nodig ik je uit om samen te werken met ons in het traject zelfrealisatie, waarin dat je dus gedurende 9 weken of langer, zolang, zoveel op dat je wenst, kan leren om met energieën te werken, om eigenlijk jouw energie te leren gebruiken om dingen uit je te manifesteren. Wat moet ik nog zeggen? Ja. Ben jij een spirituele ondernemer, een lichtwerker, tweelingvlam en je wilt echt gaan boomen en eigenlijk jouw bedrijf gaan neerzetten, maar vanuit je vrouwelijke energie. En dus niet gaan doen zoals dat iedereen doet, maar echt gewoon puur vanuit jouw essentie en met de verbinding met je ziel en de leiding van je team, net zoals dat ik het gedaan heb. Dan nodig ik je uit om met mij samen te werken gedurende een gans jaar. Daar zijn zowel groepsessies als individuele sessies aan verbonden. En daarin leer ik jou eigenlijk alles wat ik de afgelopen 10 tot 15 jaar geleerd heb rond ondernemen en rond vooral het spirituele ondernemerschap. Als je dat wenst, stuur mij een mailtje of ga naar de website. Daar kan je nog verder nalezen hoe of wat. Ik kan maar maximum 5 mensen in dat traject nu opstarten. Omwille van de arbeidsintensiteit daarvan. Dus als je interesse hebt, stuur mij een mailtje en misschien gaan wij binnenkort samen aan de slag. Ik heb er alvast heel veel zin in. Ik hoop jij ook. Tot de volgende. Dag.